Goedemiddag jongens, kwart voor twee. Oh, maar 12 juni, hè? 12 juni 2021, zaterdag. We hebben hier staan de BMW, de R1250 GSA. Wat wil ik jullie laten zien? Wat we aan de motor hebben gedaan. We hebben de motor, het was een standaard motor. We hebben alles wat chroom was, alles wat zilver was, sorry, hebben we zwart gemaakt. Loop maar even mee. Als eerst waar we mee beginnen, kijk. Die poten onder, waar je remtangen aan vastzitten, hebben we zwart gemaakt. De beugels hebben we zwart gemaakt. Kun je het goed zien, zwarte beugels? Ja, ik... Mik maar op die beugels. Ja. Je kan ook inzoomen. De onderplaat. Zie je dat? De onderplaat hebben we zwart gemaakt. Deze kapjes, die waren zilver, hebben we zwart gemaakt. Hier, beugels achter. Kom dichtbij, Sven, kom dichtbij. We hebben een nieuwe cameraman, hè. Dus dit beugels heb ik zwart gemaakt. Deze plaat hebben we zwart gemaakt. Steppies hebben we zwart gemaakt. Achtersteppies met steuntjes hebben we zwart gemaakt. Kijk, kroonplaat. Dit is de kroonplaat, hè. Deze hebben we zwart gemaakt. Dus ik heb zwart gemaakt. Kom, zij nog. En hier, de kroonplaat hier. Kijk, hier op mijn zijde. De mensen hier. Deze, maar mag ik een beetje inzoomen. Kijk, even zwart gemaakt. Even kijken. Zo, de achterdragertje, even kijken, wat hebben we nog meer? Ik weet, we hebben alles wat gekleurd was, hebben we zwart gemaakt. Dus het is wel een hoop werk hier. Het is wel een hele hoop werk, hè. Zeg maar, vooral dit soort klussen heb ik nou gedaan, maar zo'n klusje doe ik niet meer in deze tijd. Dit zo'n klusje moet je echt in de winter doen, weet je. Want dan moet de motor heb gewoon mij 2 weken volgestaan, want ik moest alles wegbrengen. Alles heb de jongen zelf weggebracht om te koten en te spuiten, weet je. Dus we hebben wel even moeten wegtrekken. Vandaar, zeg maar, dat ik zeg, volgende keer ga ik het anders aanpakken, zeg maar. Dus, ik ga het zelf wegbrengen, ik ga zelf naar de spuiten, ik ga het allemaal zelf regelen. Want je weet ook wat voor kwaliteit werk ik krijg. Want als het niet goed is, dan kan ik de spuiten zelf aanspreken, weet je. En ik kan hem ook dingen duidelijk uitleggen. Sommige dingen moet je afdoppen, weet je. Je hebt te maken met schroefdraad. Ja, hij brengt die beugels om te koten, daar is niks mee gedaan. En dan krijg je, zeg maar, dan moet ik even overal, op sommige plaatsen moet ik even doorboren, dat de coating eruit gaat. En sommige schroefjes moet ik even gaan opschuren, dat ze normaal erin kunnen draaien. Zeg maar, dat is wel wat werk aan, zeg maar. Het spuitwerk, het is allemaal niet zo duur, maar het is gewoon hier, je moet gewoon rekenen. Je loshalen en uit elkaar halen, de voorvok uit elkaar halen, dingen. Je hebt gewoon een dikke dag nodig gewoon, hè. Gewoon als je om 9 uur begint, uit elkaar halen, weer in elkaar zetten, heb je gewoon een dagje voor nodig. En ook, als je het gaat monteren, moet je het zeer voorzichtig monteren. Waarom zeer voorzichtig monteren? Anders gaat het krassen. De kroonplaat, die hebben we laten, die is ook gekoot. Eigenlijk was het misschien beter geweest als we hem hadden laten spuiten. Bij het monteren, het vanaf halen, eruit, hebben we per ongeluk de lager kapot geslagen. De lager, hierboven in de kroonplaat, die hebben we per ongeluk kapot geslagen, zeg maar, bij het eruit tikken, zeg maar. En later hebben we weer erin geperst. Kan ook. Sommige dingen moet je echt, zoals dit is niet te koten. Het is moeilijk om te koten. Zeg maar, dit moet je echt eigenlijk spuiten gewoon. Dit is gewoon echt spuitwerk, zeg maar. Want dit zit aan elkaar vast. Dit krijg je niet los. Normaal, als je dit lostrekt, als je hem losmaakt, dan had je hem kunnen koten. Nee, maar dit is gewoon, zit vast aan de poot. De poot moet aan elkaar. Het is in ieder geval veel werk aan. Dus dat wou ik jullie laten zien, jongens. Dit is de, nou is die black geworden. Dit is de exclusief 1250. Maar nou hebben we black gemaakt. We hebben alles zwart gemaakt. Dit is ook wel mooi. Helemaal zwart gemaakt en achterkant en zo. Dit is veel werk aan, deze plaat nu. Helemaal. Die is normaal altijd zilver. Niet snel bewegen, anders gaat de camera gek doen. Maar dit is, die is normaal altijd zilver. Hebben we ook zwart gemaakt. Alles, dus alles wat zilver en chroom was, hebben we zwart gemaakt. En sommige schroeven hebben we ook zelfs zwart gemaakt. Dus jongens, dat wou ik even met jullie delen. Dus auf Wiedersehen. Hetzelfde knopje in de zijde om uitgezet.